Begin maart zijn we rond geweest voor de beste boerenkoeverkiezing van Gelderland, Zuid. En nu vandaag hebben we vanwege de corona videoopnames gemaakt om op deze manier de prijsuitreiking bekend te maken. We hebben deze boerenkoeverkiezing de koeien opgedeeld in 3 categorieën. Naast een functioneel exterieur kijken we naar een laag celgetal, een goede lactatiewaarde, goede vruchtbaarheid en kortom een koe waar een boer veel arbeidsvreugde aan beleeft en die economisch van grote waarde kan zijn op het bedrijf. Het is een koe met een enorme productiedrang. Ze heeft lijsten van meer dan 10.000 liter met gemiddeld 94 vet en 93 eiwit. Het is een hele functionele koe met een best uier, lang, goede ophangband erin en hele harde droge benen. Koe die in 3 lactaties 36.000 liter gegeven heeft met heel hoog eiwitgehalte. Geen enkele celgetalverhoging. Heel vruchtbaar, altijd binnen het jaar weer gekalfd. Een gemiddelde tussenkalfte van 350 dagen. Ze is de kampioen van de derde, vierde kalfskoeien. Ze is op meerdere fronten de beste. Ze heeft de hoogste vet-eiwitproductie per dag, lactatiewaarde van 119. En daarnaast is het ook nog een enorm fraaie koe om te zien. Een koe met een enorme productiedrang. Ze geeft 11.500 liter gemiddeld over 5 lijsten. Met 4,75 vet en 3,72 eiwit. En daarbij ook een lactatiewaarde van 116 op het bedrijf. De koe is 5e kalfs, heeft nog nooit een verhoging gehad op het celgetal. En ieder jaar binnen het jaar een kalf gebracht. En daarbij ook nog een hoog eiwitgehalte. De koe gaat over goede benen en een goed uier. De koe geeft zeer veel melk met veel kilo's vet en eiwit. Een gemiddelde lactatiewaarde van 118. En daarbij heeft ze ook een zeer laag celgetal. Een hele indrukwekkende koe. Ze heeft 115.000 liter gegeven. Koe die de eerste 7 lactaties nauwelijks uitgelopen is. Ze is nu met haar 9e lactatie bezig. Een enorm productieve koe. Als fase al 130 lactatiewaarde. Inmiddels de 100.000 kilogram volgemaakt met hele hoge lijsten. Een koe die ruim 100.000 liter melk gegeven heeft en 8 lactaties heen is. En daarbij bij die melk ook een hoge kilogram vet en eiwit per dag heeft. En een gemiddelde lactatiewaarde op het bedrijf van 115. De koe is 9 lactaties aan de melk en die koe is voorzien van een heel mooi skelet. En voorzien van een best uier wat hoog en breed zit en voor goed vast zit. De koe heeft in 9 lactaties ruim 100.000 liter melk gegeven met 4,70 vet en 3,50 eiwit. Daarmee heeft ze binnen het bedrijf een lactatiewaarde van 115. En daarmee is ze voor ons de kampioen beste boerenkoe Gelderland Zuid.